maar ik dacht dat we Reinhard aan de lijn hadden. Nee. Nee, we hebben niet Reinhard, maar wie hebben we dan? René? Hallo? Oh! Hey, Pink, hoe gaat het? Mijn fout. Geen kattenpis. Ook al is Reinhard daarop voor mee. En die heeft... Ja, daar wordt wel eens lachen over gedaan. En heeft hij een dikke portemonnee. Voor twee. Zo is dat. Is er niemand zo bescheiden als René. Maar wel altijd een hele gewone jongen gebleven. Bellen met vogel. Niet arrogant geworden of zo. Bellen met vogel. Volksjongen. Dames en heren, deze man heeft weer voor aardverschuivingen gezorgd. Op politiek, maar ook op muzikaal gebied. Het is tijd voor de enige echte volkszanger die internationale allure kent. Van Kuala Lumpur tot de Amsterdamse Jordaan. Dames en heren, ik heb hem live aan de telefoon. De enige echte Renéetje Vroger. Renéetje, ben je daar? Mijn excuses voor de... Ja, het is een beetje zorgig, hè, om gelijk zo erin te komen, weet je wel. Ja, maar ik dacht dat we Reinhard aan de lijn hadden, maar die hadden we inderdaad gisteren al gehad. Ja, precies. Dus even voor hem een beetje je research doen. Ja. En dan pas bellen, weet je wel. Maar Pink, hoe gaat het? Ja. Nou, lekker druk. Ik heb tegenwoordig toch wel zo wel 5 dagen op tv als op de radio. Wie heeft dat ooit in de historie van de Nederlandse omroepwereld gehad eigenlijk? Dus dat is geen kattenpis, René, toch? Noem jij dat werken? Nou, 5 dagen tv, 5 dagen radio. Noem jij dat werken? Nou, ik noem het een ATV-dag. Ah. En de laatste keer dat ik die heb opgenomen was in 1918. Koud terug uit de loopgraven van België, maar goed dat er zeiden. Maar leuk voor je hoor, Pik, die tv-show. Wat doe je daar, zingen? Nee, het is een talkshow, René. Maar dat weet jij zelf ook best wel. Je bent er zelf 2 keer te gast geweest. Ja. Oh ja, dat is alweer zo lang geleden. Ja. Oh ja, maar nou weet ik het weer. Moesten al die mensen zo hard lachen, ja. Ja, dat was echt een genot. Ja, je had mazzel dat ik de moppen weer uit de mouw schud. Nee, anders was het een compleet drama geworden. Ja, ongetwijfeld. Waar ben je momenteel? In het buitenland of in Nederland? Nee, ik ben even in Mokum, even in de Jordaan. Ja, de Jordaan-oever, hè. Even de laatste hand gelegd aan de Gazastrookontruiming, weet je wel. Even gezegd waar ze naartoe moeten, die gasten, weet je wel. Van links, de keppeltjes links, theedoek rechts, weet je wel. Ook weer een vrij rustige tijd eigenlijk voor je. Oh, Pik, ik had het toch alleen over de ochtend, hè. Je moet weten, het weekend op Flushing Meadows doorgebracht. Oh ja. De hele nacht die Roger Federer heen staan slaan, weet je wel. Agassi aan staan trainen, dat hij zou gaan verliezen. Jij traint Agassi om te verliezen, want dat was inderdaad de finale van de US Open. Ja, natuurlijk, Pik. Kijk, er kan er maar 1 winnen en 1 verliezen. Ze kunnen natuurlijk niet allebei verliezen, laat staan winnen. Kijk, het een sluit het ander uit. Ja, oké, goed. Ga verder, ja. Ja joh, en die Agassi, ja, die heb ik al zoveel laten winnen. Ja, daar lusten de honden geen brood van. In die tijd werd hij ook nog wel eens André Agassi genoemd, hè. André? Ja, dan heb ik nog de woorden Martina Navratilova nog niet in de mond gehad, weet je wel. Maar dat terzijde. Nou, toen Van de Geest, je weet wel, die dikke nog even op gewicht gebracht. 7880 pannenkoeken voor hem staan bakken. 1700 ippons gehoeverd en natuurlijk bezig voor de derde dinsdag van september, hè. Oh, Prinsjesdag. Doe je daar ook wat aan de Prinsjesdag? Volgens mij zei ik dat net, maar goed, je zal wel bloemkool in je oren hebben. Wat is die toch zo grijnig? Ja, maar het is altijd echt een beetje... Kort af, joh. Je moet het allemaal gelijk begrijpen en allemaal doorhebben waar hij het over heeft. Ja, ik weet ook niet. Dik, de lastenverlichting, hè? Ja. Dat is dus de main point. Van de derde... Ja, derde, ja, precies, derde dinsdag. Ja, Prinsjesdag, wat ik net voor de 5e keer zei. Maar goed, we zijn nu aan het kijken of alle accijns van mijn cd's en dvd's naar een lager tarief kunnen draaien. Dat je aan de ene kant de koopkracht van de inwoners toe laat nemen. En aan de andere kant profiteert de middenstand weer van de verkoop. En ik pak er ook een paar eurotjes op mee. Zo zie je, en dan snijdt het mes eigenlijk al aan 7-8 kanten, weet je wel. En daarbij moet je weten wat dat psychisch doet met de mensen, hè. Dat is fantastisch. En dat ze mijn cd's allemaal weer kunnen kopen, ja, dat is fantastisch. Nou, fijn nog even wat donaties met Beatrix doornemen, ook voor de derde dinsdag van de maand. Ja. Allemaal even aan de neus poederen. Nou, nog even door naar de Bolle Jan, altijd gezellig, hè, voor een bol en een moppie. Ja, jij blijft er toch maar komen, hè, de Bolle Jan? Ja, altijd een gewone jongen gebleven, hè. Volk, zo gezegd. Nou, je moet ook weten, ik ken die gasten als geen andere. Nee. Ik ben ermee opgegroeid en hij met mij toen ik nog heel jong was op een biljart stond te zingen, weet je wel. Ja. En toen stond Lam alleen altijd naast me. Ja.
toen stond hij nog. Ja, je moet weten, hij heeft namelijk geen armen en geen benen meer. Nee, is dat zo, ja? Nee, dat is echt een verschrikkelijk verhaal. Die Leen, die werkt in een ijsfabriek. Ja. En die moest altijd naartoe voor zijn vader, omdat hij moest zijn stropdas dragen, weet je wel, om een beetje netjes te blijven. En dat meen je, wat gebeurde er toen? Nou, toen is hij met dat ding, met die stropdas, is hij in een soort ijsgemaal terechtgekomen. Nee, dat ben je niet. Echt waar? En Lamme Leen? Ja. Zijn armen en zijn benen verloren. Nee. Ja. Die hangt, dat is een soort tuigje, hangt boven het biljart. Ja, het is uit op een oorlogsschip. Ja, het is niks meer waard, weet je wel. Maar goed, hij vindt het wel mooi en hij heeft humor gehouden. En daar gaat het om, weet je wel. Ja, daar gaat het erom. Hey, en... Hey, en had Leen nog een grap voor je? Een bakkie daar in de bolle Jan? Ja, dat is een mooi verhaal. Ja. Leen, ja, je kent hem. Die kent zonder armen en benen, weet je wel. Ja, er komt een spiernaakte vrouw, die komt het café binnenlopen. Ja. En die kastelein die zegt, mevrouw, wat komt u doen? Nou, zegt ze, ik kom voor het carnaval. Maar voor het carnaval moet je je toch verkleden, zegt ze. Nou, zegt ze, dat is mijn kleding, zegt die kastelein. Wie ben jij dan wel? Zegt ze, ik ben Adam. Adam, en je bent helemaal. En je hebt helemaal geen piemels. Zegt ze nee, maar die krijg ik wel als ik binnen ben. Is zo mooi, hè? Die schuine pakken van die Leen. Ja, je moet het zien hangen in de tuin. Je hebt er geen benen meer. En het is die moppen te vertellen, weet je wel. Ja, het is fantastisch. Hij is nee. Harry Hernia. Ja. Wie? Harry Hernia. Harry Hernia, ja. Ja, dat is een hele gekke vent ook uit Breda. Die vertelde hem alleen. Maar die is naar Amsterdam verhuisd. Hij zat hier in de revalidatie. Ja. Hij was namelijk met carnaval helemaal katje lam natuurlijk naar de kermis gegaan in Tilburg met zijn lamme kop. Is hij in het reuzenrad van de bovenste kar naar beneden gesprongen omdat hij dacht dat hij kon vliegen. Ja, hij is met zijn rug op een heel grote knuffelbeest terechtgekomen. Ja, wel overleefd dus. Maar je wil niet weten hoe. Ja, hij ziet er niet uit. Waar zijn rug op moet houden, weet je wel. Ja, daar zitten ze voor. Ja, en dan kan ze rond niet meer bewegen, maar blijven lachen, hè. Ja, dat is toch wel mooi, want het is namelijk eigenlijk iets typisch Amsterdams. Ja. Dat die gasten hun humor houden, hè. Zoals Lam Leen, die geen armen en geen benen meer. Ja, oké. René, we spreken elkaar later. We houden elkaar op de hoogte, hè, van het leven. Ja, alright, tot later, René. Spreek je later, Pink. This is the moment. This is the moment.